De spaarrekening van Dave, 33, verdient 140.000 euro per jaar. Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week, de 33-jarige Dave, die een flink salaris heeft en bezig is met het bouwen van een huis. Beroep, directeur van een productiebedrijf netto salaris, 6.479 euro, exclusief eindejaarsbonus, woonsituatie, bij schoonouders met partner, 34, en pasgeboren zoon vanwege verbouwing huis. Op dit moment hebben we 187.000 euro op de spaarrekening staan. Daar moet het jaar nog wat bij. Er gaat flink wat geld in het eigen huis zitten. We zitten daarom aan een flink spaarplan. Ja, zij is communicatieadviseur en verdient netto 2.975 euro per maand. Als je mijn eindejaarsbonus meerekent, zitten we samen op een bedrag van 11.661 euro netto per maand. Het productiebedrijf waar ik directeur van ben, zit in het buitenland. Ik werk 40 uur, vaak zijn dit 2 reisdagen en 3 fysieke dagen in dat land. Mijn bruto salaris is 140.000 euro per jaar, dit is inclusief een eindejaarsbonus van 30%. Mijn vaste salaris is 107.692 euro per jaar en 8.950 euro per maand. Ik laat een gedeelte in Nederland uitkeren en een gedeelte in het land waar ik werk. Daar is het belastingtarief 18%. Op deze manier komt mijn netto salaris neer op 6.479 euro, exclusief bonus. Mijn bonus krijg ik uitgekeerd in januari en is 26.500 euro, omgerekend 2.207,65 euro per maand. We proberen minimaal 5.500 euro per maand te sparen. Ja, maar niet omdat we geld nodig hebben om rond te komen, maar omdat we de verbouwing moeten bekostigen. We wonen op dit moment bij mijn schoonouders, omdat we een huis aan het bouwen zijn. Dat zal aan het einde van dit jaar klaar zijn. Ik heb in Excel een volledige berekening gemaakt van de inkomsten, uitgaven, het actuele saldo en de verwachte kosten. Zo weet ik precies wat we nu op onze rekening hebben staan en wat er elke maand bij moet komen. Voor het nieuwe huis bekostigen we veel zelf. Door het Excel-bestand weet ik precies wat ik uit kan geven aan de keuken, badkamer, vloeren, schilderwerk etc. Ik kan hier ook niet van afwijken. Ik houd die rekening met redelijk hoge bedragen, zodat ik niet voor te veel verrassingen kom te staan. Een simpel overzicht in Excel geeft veel duidelijkheid. Zelf kan ik er niet zo goed mee omgaan, mijn vriendin is daar beter in. We hebben een gezamenlijke rekening. Dus ik word soms op de vingers getikt als het gaat om uitgaven. Ik trek zelf snel de portemonnee. Dat heb ik altijd al gedaan. Ook vroeger, toen ik geen geld had. De laatste jaren hebben we weinig kunnen doen, dus daarom ook flink kunnen sparen. Als het huis gebouwd is en alles goed is afgerond, wil ik weer beginnen met investeren. Geld op de bank levert niks meer op. We hebben verschillende banken om zo'n negatieve rente te voorkomen. In de toekomst zou ik graag wat meer vakantiehuisjes willen kopen. Een goede investering voor de toekomst. Wees bewust van wat er uitgaat en wat er binnenkomt. Veel kleine uitgaven zorgen samen voor een grote kostenpost. Ik heb vroeger nooit veel geld gehad en zelf schulden gehad. Ik heb van mijn ouders weinig meegekregen en uiteindelijk alles zelf moeten leren. Toch is het ook belangrijk om niet bang te worden met geld uitgeven. Uiteindelijk moet je genieten van de kleine dingen. Als je een strak spaarplan hebt, maar geen ruimte voor ontspanning, heb je er uiteindelijk niets aan. Voor het coronajaar 2020 gingen we elke maand op een stedentrip of vakantie. In het coronajaar hebben we elke maand een provincie binnen Nederland bezocht. Dat kost minder, maar levert veel plezier op. Het blijven genieten van het leven is het belangrijkste.